Het aantal bezoekers van het Eindhovense DAF-museum is de afgelopen vijf jaar met 40% gestegen. De stijging dankt het museum volgens vicevoorzitter Geert Vermeer aan het label als officieel erkend museum. Daardoor kunnen bezoekers met een museumkaart naar binnen. Ook de marketingmachine draait naar eigen zeggen op volle toeren. Het museum verwacht dat de groei in bezoekersaantallen doorzet. Zo heeft DAF verschillende jubilea op de planning, zoals het 90-jarig bestaan april volgend jaar. Daarnaast gaat het museum uitbreiden. Nu nog heeft het DAF-museum een oppervlakte van 6000 vierkante meter. Na de verbouwing komt daar 2000 vierkante meter bij.